Bij mij aan tafel een cultuurdier, denk ik. Hans Batla, artistiek leider. Ja. En zeer gedreven, als ik me niet vergis. Zegt men, ja. Ja. En u heeft gisteren, of je, we zouden tutoyeren, gekeken naar de minister. Ja. Ja, mag ik daarmee afsluiten? Mag er ook mee beginnen. Ja? Ja, dan hebben we dat maar gehad. Dan hebben we dat maar gehad, oké. Okay. Nou, ik had eigenlijk af willen sluiten dat er is deze week cultuurhistorie geschreven. Deze week heeft er hier iets plaatsgevonden wat altijd een piketpaaltje in de cultuur zal blijven. En daarvoor zijn de initiatiefnemers en al die mensen die hier deze week dag en nacht zo hard hebben gewerkt. Mm-hmm. Die verdienen, het is al vaker gezegd hoor, maar die verdienen ook van mij uit. En ik probeer te spreken, niet uit naam van, maar wel namens, of mm-hmm. hoe je het ook noemen wilt. Heel veel Nederlanders die dat hebben gewaardeerd. En eigenlijk een staande ovatie voor iedereen die dat hier allemaal gedaan heeft. Ja. En tegelijkertijd was er dan één wanklank. Ja. En die ene wanklank, die wil ik horen. Dat was gisteren. Mm-hmm. Hier is een boodschappentas vol met munitie aangereikt aan de minister. De minister is degene die ons vertegenwoordigt in de regering. Mm-hmm. Zij moet als thermometer voor ons muziekkorps uitlopen bij de politiek. En als dan politieke partijen zeggen, nou, er kunnen wel wat geld, er kan wel wat geld bij. En dat wordt afgedaan als zijnde van, nou, het is wel makkelijk om gratis bier uit te delen. Dat ik zat briesend achter het, mm-hmm. het scherm. Wij moeten een platform doen. Wij moeten samen. Wij moeten dat. Wij moeten dat. En liefst heeft ze daar waarschijnlijk nog een dekkende begroting bij ook. Terwijl wij hier allemaal de boodschappentas van onze vertegenwoordiger in dit land aan het vullen zijn. Waarmee zij de boer op kan en waarbij zij aan de bak moet. Er wordt munitie aangedragen en je vindt dat daar niets mee gedaan wordt. Er wordt niks mee gedaan. Je moet maar een platformpje oprichten en een taskforce en weet ik wat allemaal. En nou, ik was daar echt, echt ontdaan van. Want ze heeft. En dan wordt er gevraagd: heeft u gekeken naar wat er hier plaatsvindt? Als ik minister was, je hebt het druk, ik begrijp alles. Maar je zou gewoon de hele dag door. Ik heb het ook de hele dag bij mijn werk aangehad. En het enige wat ze weet te zeggen is. Ik moet u in dit hele verhaal toch even. Maar het enige bij de les houden. Was van, er zijn een paar politici geweest en over de cultuur heb ik niks gehoord. Punt. Ja. Maar je vertegenwoordigt een grote groep. Ja, ik mocht hier maandag zijn en toen was het verhaal, ik vertegenwoordig niet, maar er zijn 1,7 miljoen koorleden, zangers in Nederland. Dat is 10% van de bevolking. We hebben gekeken, hoe kun je die mensen nou bij de deelnemers optellen? Ja. En dat is heel lastig. Ga je voor al die mensen de handtekening zetten? Dat kan dus niet, want ik kan dat niet legitimeren. Ik heb niet die e-mailadressen van 10. Oké, niet boven het miljoen, maar hoeveel stemmen heb je wel meegenomen? Nou, ik heb 346 stemmen meegenomen, bovenop de 1010 die ik al had. En wat belangrijk is geweest, deze week is ook Koornetwerk Nederland geweest met 133.000 stemmen enzovoorts. Ik hoorde heel veel getallen, maar voor hoeveel nu wordt er op het bord? 346. 346. Ja. En die zetten we erop. En ik mocht nog even iets zeggen over die koorzanger. Want er is heel veel gezegd over theaters, over enzovoorts. Er moet geld bij. Nou, ik heb begrepen, het gaat niet om geld, maar om deelnemers. Ja. En zoveel koorzangers, dat zijn mensen die gaan één keer in de week naar een koorrepetitie, maar dat is het niet. Zij halen daar energie, zij gaan daar wat leren, zij hebben daar saamhorigheid, zij zijn daar in harmonie, gaan vervolgens door de week hun passie uitstralen op andere mensen, met clubjes oefenen, ze krijgen opdrachten mee van de dirigent enzovoorts. En dan komen ze weer op de repetitie en dan gaan ze naar de bakker en dan stralen zij een bepaalde passie uit. En met die passie gaan ze elkaar infecteren, gaan ze naar het theater, gaan ze naar een concert enzovoorts. Als dus die miljoenen koorzangers er niet meer zijn. Ik ben bijna onbeleefd als ik er nu tussendoor kom. De boodschap is duidelijk. U staat uw passie spat ervan af. En u staat voor uw koorleden, je koorleden. Er gaan 346 deelnemers op het bord bij. Uw handtekening staat er al. Ja. En ik dank u wel, maar vooral voor al uw passie. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Ik hoop dat de minister gekeken heeft. Succes nog deze avond. Merci. Oké, bedankt. Alsjeblieft. Moet ik daar nog namens...